Nou, fijn. Welkom, Jan. Wat leuk dat je naar Gouda bent gekomen. Het pittoreske Gouda. Een hele reis vanuit de Veluwe. Ja, 5 kwartier of zo. Ja, zoiets, ja. Oh, ik zal deze lamp ook nog. Dan zien we ook jouw andere kant nog goed. Oké. Okay. Allereerst een rectificatie. Ik moest wel lachen om jouw e-mail. Ik had in mijn nieuwe boek gezet. Van, ik heb samen met Jan lange tijd geleden in Amsterdam een biertje gedronken. Maar, dames en heren. Ik heb bier gedronken. Jan, ik weet niet meer wat je had. Maar... Het was geen koffie of, geen bier. Of een spaatje of zo. Ja. Ik heb een levenslange hekel aan bier. Of hekel is te sterk uitgedrukt. Ik vind het gewoon niet lekker. Nee, maar je drinkt ook nooit alcohol. En ik drink eigenlijk bijna nooit alcohol. En dat is eigenlijk voornamelijk omdat ik bij een half glas wijn al een soort slaperigheid krijg. En een soort wegzakt. Dus het is niet... Vanuit een of andere blauwe knoop overtuiging, want er zijn genoeg middelen waar ik wel, zeg maar, gruwelijk van genoten heb en last van gehad heb ook. Maar alcohol dus nooit, omdat ik zo bij, ben 1 keer dronken geweest, omdat ik niet door had dat andere mensen telkens rum bij de cola aan het gooien waren. Oh, oké. Okay. En dat is ook een buitengewoon nare ervaring. Maar ook als ik dan, in het begin doe je natuurlijk toch altijd mee op zoals je zo jong bent. En ja. Dan is zelfs bij 1 glas wijn al dat ik kijk een soort slaperige kop en of er een deken rond mijn hoofd zit. En dan, ja, is gewoon, dan is er geen feest meer aan. Dus dan op een gegeven moment hou je daar natuurlijk mee op. Dan, zelfs dat ik trouwens ook met blowen, met hash en zo. Tijdlang heb ik dat gewoon gedaan, want het hoorde erbij. Hè, als hippie en in die kringen van bluesbands en zo moest je stoned zijn. En ik heb dat een paar jaar dus ook gewoon meegedaan, totdat ik eindelijk voor mezelf kon herkennen. Ik vind het niet leuk. Als ik dan stoned werd, dan begon ik snel augurken te eten en een kop onder de kraan te houden om van dat hele duf gevoel, om daar maar weer van af te komen. Dus ik heb niks met downers, kan je zeggen. Ik heb iets met uppers. Uppers. En dat heb je ook allemaal uitgeprobeerd, hè? En pepmiddelen en cocaïne en dat soort dingen. Ja. Grappig. Nou heb je een paar goede boeken aan overgehouden. Ja, zo is dat, ja. Je moet eerst zelf meemaken. Ja. Dus het leek ons leuk om het eens te hebben over, en dat vind ik zelf een van de meest fascinerende onderwerpen uit de Advaita, maar ook de Dzogchen, de paradox. De paradox, ja. En voordat ik hem ga uitleggen, hoe zou jij de paradox in jouw woorden beschrijven? Ik gebruik paradox altijd als een soort van... De paradox is het punt waar de logica zichzelf onderuit haalt en waar je dus of ophoudt met verder te zoeken of je gaat wel verder zoeken, maar beyond words, beyond logic. Ja? Dus dat punt, dat in Tibetaans boeddhisme heb je een ongelooflijke hoeveelheid theorieën die allemaal proberen uit te leggen hoe de werkelijkheid dan in elkaar zit. En ze brengen je allemaal tot een punt waarop je als het ware in een soort... Huh? Terechtkomt en dat hun gevoel wordt in Dzogchen herkend als een soort moment dat die denkende geest in een vacuüm terechtkomt. In een soort van, hier kan je gewoon met denken absoluut niet verder. Ja. En in Dzogchen wordt dat dus benut ook. Dat hun gevoel wordt dus gecreëerd. Een beetje zoals in Zen gebruikt wordt van die koans van, wat is het geluid van 1 klap in de hand? Daar kun je ook een soort van hun gevoel bij hebben. Nou, in Dzogchen doen ze dat ook. Met gewoon de redeneringen die gaan over de werkelijkheid. Ja. En die ook een punt bereiken van... Huh? En dat is dan de paradox. En daarnaast heb je natuurlijk al die leuke dingen als... je best doen om op te houden met je best te doen. Hè? Begrijpen dat er niks te begrijpen valt. Dat soort dingen. Hè? Dat ken je allemaal. Hè? Dus dat zijn een beetje de dooddoeners ook uit Advaita. Dus waar je gewoon verder niks meer over kan zeggen. Ja, de grap is, vind ik... Je zoekt je eerste rot totdat je erachter komt dat er niks te zoeken valt. En natuurlijk, datgene dat zoekt, of dat wat je zoekt, is dat wat zoekt. Ja. Dus dat is ook zo. Ja, dat is een hele mooie. dat uiteindelijk de zoeker is. Wat je zoekt is de zoeker. Ja. En zodra je die met elkaar in contact brengt, dan heffen ze elkaar op als het ware. Maar dat vind ik wel een heel... En daar gaat ook mijn nieuwe boek een beetje over... die ik met Artini en Kees heb geschreven. Laat ik het zo zeggen. Toen wij ooit, lang geleden, afspraken... Ik was hardcore Advaita. Dus ik zei tegen jou toen heel eigenwijs... Ja, al die methodes van die Dzogchen, hartstikke leuk. Maar iedere poging om het te zien... creëert alweer de illusie... dat je het bewustzijn nog niet bent. Ja.
En toen zei hij, ja, maar voor de geest die zo geconditioneerd is, is vergt enige het losmaken of oefenen, ik weet niet meer hoe je het precies zei, is soms toch wel nuttig. Ja. Ja, sterker nog, onontkoombaar, denk ik. Ik denk dat, dat mensen weliswaar zonder beoefening kortstondige verlichtingservaringen kunnen hebben, maar dat onmiddellijk daarna er een identificatie plaatsvindt met die verlichtingservaring. En dan zeggen mensen dus, ik besta niet. Ja. Dat soort dingen. Ja? Terwijl degene die dat zegt, nou juist degene is die zijn mond zou moeten houden. Als het ware, als die werkelijk niet bestaat. Ja. Dus hier komen we op dat gebied waar ik graag met jou even wil gaan bakkeleien. Dat is een interessant want dat, gebied. Dat ik besta niet, is naar mijn idee een concept wat ons afhoudt van het, zeg maar, wat werkelijk aan de hand is. En in Dzogchen hebben ze een prachtige spreuk die zegt dat werkelijkheid is neither existing nor non-existing. Dus dat neither existing, dat is om natuurlijk de gebruikelijke ego-percepties onderuit te halen. Gebruikelijk is mensen die niet met spiritualiteit bezig zijn, die beschouwen zowel zichzelf, het lichaam, als de werkelijkheid om hen heen, als werkelijk bestaand. Ja. Ja, werkelijk, ja. Objectief bestaand en ook onafhankelijk van elkaar. Dus de waarnemer die op jouw stoel zit en de werkelijkheid die door die waarnemer waargenomen wordt, die worden ook beschouwd als onafhankelijk van elkaar. Ja. Ja? Dus dat is, zeg maar, de misvatting dat dingen bestaan. Mm-hmm. Maar dan zegt Dzogchen natuurlijk, oké, als je dat onderuit haalt, dan zullen de meeste mensen dus in zo verstrikt als ze zitten in hun denkende geest, dan blijft er maar één alternatief over. En dat is dat dus de werkelijkheid niet bestaat. Niet bestaat, ja. En ik dus ook niet. Nee. En dat is wat je tegenwoordig dus al die Advaita's hoort zeggen ook, van ik besta niet, terwijl ook dat niet waar is. Je bestaat namelijk wel, alleen niet op de manier zoals waarop je dacht dat je bestaat. Ja, dat is waar. En in Dzogchen wordt dat heel nauwkeurig omschreven. We bestaan niet, en het bestaan wordt dan wel empty genoemd, hè, de shunyata, emptiness. Maar waar is het dan empty van? Van onafhankelijkheid, enkelvoudigheid en enkelvoudig, onafhankelijk en permanent. Ja? Oh ja, ja. Ja, dus wij beschouwen de werkelijkheid doorgaans als permanent. Ja? Die boom die daar staat, mm-hmm. staat er volgende week nog. Ja. Ja, we beschouwen de dingen als onafhankelijk. Ja? Die boom staat er los van alles wat er omheen staat. Ja? En we beschouwen die boom als enkelvoudig. Het is gewoon één boom. Ja? Al die drie dingen kloppen niet. Ja? Ze zijn niet onafhankelijk, de boom. Het zijn duizenden factoren die mee bepalen of die boom daar wel staat. Zeker. En boom is niet enkelvoudig, want hij bestaat uit allerlei niet-boomelementen. Ja. Hout, koolstof, wat dan ook. Ja. En hij is niet onafhankelijk van zijn omgeving, dat had ik al gezegd. Hij is niet permanent, want hij verandert voortdurend. Ja. Over 5 minuten staat er een andere boom. Ja. Ja? Dus op die manier probeer je Dzogchen te laten zien, het is niet not existing op die manier, maar het is ook niet non-existing. Nee. Dus hoe verschijnen de dingen dan wel als interdependent, ja, als onderling afhankelijk van alles, als samengesteld, mm-hmm. ja, en als impermanent betekent constant veranderend. Ja. Ja. Dus dat is een stukje theorie even vanuit Dzogchen. Ja, nee. Ja, en nou kunnen we eens gaan kijken, oké, maar hoe bedoel jij het nou? Als jij zegt, zoals in je boek, dan je legt het grootste deel van je theorie leg je gewoon uit in de ik-vorm. Maar dan heel af en toe zeg je ik en dan meteen daarachteraan, ik besta eigenlijk niet, maar in de droom dan, zoiets, ja. Bijna verontschuldigend schrijf je dan toch maar een soort van, ik vind dat of dat of dat, of ik heb dat of dat of dat meegemaakt. En je ziet soms ook schrijvers, dat doe jij gelukkig niet, maar die als ze dan in de noodzakelijkerwijs af en toe het woord ik gebruiken, zetten ze tussen aanhalingstekens. Oh ja. Maar vooral niet de indruk te wekken dat ze zouden vergeten zijn dat ik niet besta. Ja. Nee, er was in India ook een vrouw en die wilde nooit meer ik gebruiken. Dus die zei dan, jouw zus heeft dorst of zo, of dit lichaam wil water. Lichaam, en maar goed, dat slaat gewoon, natuurlijk ook. Of in de derde persoon. Kijk, ik vind nog steeds de Neo-Advaita, dat was echt mijn, ik vond het fantastisch, maar ik was ook natuurlijk al zo lang vanaf mijn studie bezig met zoeken. En toen dat kwam, was het gewoon
Vanaf Nisaka Dalta, Ramesh Balsekar, Wayne Lickman. Ja. Dat was een beetje waar het vandaan kwam. En ik dacht, wauw, zo direct, zo clear, zeg maar. Gewoon, er valt niets te doen. Dit is wat het is. Ja. En toen hoorde ik jou in een filmpje, daar ben ik het mee eens. Jij zei, op het moment dat je dat gaat inzetten, dat soort zinnetjes van, het is wat het is. Ja. Ik besta toch niet. Het is maar een illusie. Is het vaak een copingmechanisme en een poging tot dissociatie. Juist, ja. En het... Eigenlijk is dit weer het ordinaire vermijden van pijn. Ja, en dat is mooi. Dat heb je in je boek echt goed weergegeven. Dat al die dingen zijn in feite worden door het ego geannexeerd als copingmechanisme. Ja, ja, ja. Want op het moment dat het is het doorzien, hoef je dat niet eens meer te benoemen. Wij hoeven niet... Jij zegt niet tegen mij... Oh, ik accepteer dat de lamp aanstaat, want het is zoals het is. Ja. Nee, op het moment dat je het zou zeggen, zeg je eigenlijk... Ik storm aan het felle licht. Ja. Maar allee, ik zet mezelf er wel overheen. Ja, 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 ja. Dus dat was voor mij één ding. En daar gaat dit boek ook over. Ik was in het begin, toen ik zelf hierover praatjes ging houden... ook snoeihard, radicaal. En, want dat was voor mij, ik vond het fantastisch. Ja, ja, maar ik kwam er, net als heel veel leraren trouwens, erachter... Op een gegeven moment, zoals Isaac Shapiro zei op een gegeven moment... die mensen komen wel heel erg vaak langs. Of Alexander Smit zelfs, hè, dat hij op een gegeven moment dacht van... ja, als ze hier na 10 jaar op de eerste rij zittend het nog niet snappen... Ja. is er misschien wel iets. Ja, ja, ja. En dan komen we toch wel iets meer richting de traditionele Advaita of de Dzogchen. Ja. Namelijk eerst die mind een beetje losweek. Ja, en ook zeg maar... Dat moment dat je zeg maar, dat inzicht hebt van je hoort een leraar erover praten en het raakt iets en jou, wauw, weet je wel, prachtig mooi en zo, is eigenlijk niet het einde van het spiritueel pad, maar het begin. Ja. Ja, dus zodra je dan, zeg maar, en het is altijd in het eerste instantie, is er een soort enthousiasme. Je voelt iets wat wel eigenlijk wel zeg maar, voorbij je de conceptuele mind is. Dat wordt, ja, je hart gaat open, of hoe je het ook wilt omschrijven, als je zeg maar de beschrijvingen hoort van een leraar van de werkelijkheid. Dat gevoel. Maar meteen daarna gaat je denken, de geest natuurlijk ook meteen de termen die de leraar gebruikt heeft, die ga je weer zelf ook combineren. En dan heb je dus ook een soort beeld van, oh, wacht even, ja, alles is bewustzijn. En bewustzijn manifesteert zich allemaal vormen. En een van die vormen zit hier op deze stoel. En bladibladibla. En dat wordt dan een heel, zeg maar, een heel mooi concept. Wat, zeg maar, een zekere logica heeft zelfs. En waar de denkende geest dus ook een soort van houvast in kan vinden. Ja. En vanuit dat conceptuele houvast kun je ook zelfs wel bepaalde voordelen hebben op het gebied van, zeg maar, hoe je omgaat met moeilijke situaties in je leven. Ja. Terwijl dat niet noodzakelijkerwijs het gevolg hoeft te zijn van een werkelijke realisatie. Wat jij ergens omschrijft bijvoorbeeld is dat dingen gebeuren sowieso. Je maakt iets mee. De neiging van het ego is dan om iemand de schuld te geven. En vanuit een conceptueel beeld van, ja, maar wacht even, mensen doen dat niet opzettelijk. Dingen gebeuren gewoon. Dus waarom zou ik me druk maken? Dus dan kun je ook vanuit een concept, kun je als het ware je verzet loslaten. Ja, tot precies. Op zekere hoogte. Tot op zekere hoogte. Ja. Dat gaat niet meer lukken als je terminale ziekte krijgt of naderende dood of zelfs een liefdespartner die er ineens vandoor gaat. Dat lukt niet meer. Omdat zeg maar, vanuit een concept, een spiritueel concept, als het ware een beetje weg te wuiven met een soort van, oké, het mag er zijn, ik geef me over, wat dan ook. Dat lukt niet meer. Maar de wat minder heftige dingen kun je dus vanuit een conceptueel begrip, kun je aardig mee dealen. Ja. En ik denk dat dat dus ook een valkuil is voor veel mensen die toevallig in een periode van hun leven zitten waarin de dingen ook lekker lopen. Dus niet al te veel echte diepe ellende, maar gewoon de gebruikelijke narigheidjes uiteraard, waar ze redelijk mee kunnen dealen vanuit een conceptueel begrip van non-dualiteit. Ja. En het verschil zit hem denk ik in, hebben ze ook geoefend of niet? En ik denk dat dit een boeiend onderwerp is van dat oefenen. Ja, want daar... Advaita's bijna altijd meteen onderuit gehaald wordt van degene die zit te oefenen is juist degene die je probeert te herkennen als dat hij niet bestaat. Hè? Ja, want dat vind ik aan de ene kant nog steeds. Want zoals Maharishi ooit zei, you can meditate for 1000 years and still miss the point.
Want als het oefenen en de techniek je nieuwe identificatie worden en met continu weer het idee, als ik dit beheers, dan ga ik mij beter voelen, zit je natuurlijk in precies hetzelfde cirkeltje weer. Dus ja, er zit ergens een spanningsveld tussen het oefenen en het zijn, het doorzien. En ja, dat is een interessant... Dat is heel boeiend, want ik heb namelijk het idee dat in Dzogchen ze dat inderdaad ook herkennen. Mm-hmm. En wat je dus oefent in Dzogchen is niet je best doen om iets te bereiken, maar om op te houden met je best doen om iets te bereiken. En dat is namelijk precies wat je oefent in Dzogchen, zijn al die dingen die voor het ego het meest lastige zijn. Ja. Het ego wil namelijk wel, geef mij een doel, geef mij een methode, ik ga ervoor. Ja. En het mooie in Dzogchen en in boeddhisme het algemeen wel, maar vooral in Dzogchen, is dat het verschijnsel ingecalculeerd wordt dat als mensen beginnen aan een spiritueel pad, dat het altijd hun ego is wat begint aan een spiritueel pad. Is onvermijdelijk, ook al ben je nog zo geraakt in je diepste wezen. Zodra je daarna erover gaat nadenken, is het ego wat zegt, wow, dit wil ik ook. Ja. Ik wil ook één met alles. Ik wil ook vrij van mijn lijden. Ik wil ook relaties aangaan zonder mijn vrijheid kwijt te raken, dat soort dingen. Ja? En dan gaan ze dus oefenen. En het geniale nu van Dzogchen is dat het ego gaat oefenen en de oefeningen die het ego voorgeschoteld krijgt zijn self-defeating. Ja. Zijn oefeningen die als het ware juist die neiging van het ego om toch weer een doel te stellen en zich daarmee te identificeren, om die op een hele subtiele manier onderuit te halen. Dus eigenlijk om jezelf tegen te komen. Ja. Ja? En dus gaandeweg, je begint daar vol goede moed vanuit het ego van nu heb ik het gevonden, dit is mijn spirituele pad en verlichting is mijn doel en meditatie is mijn methode. En dan krijg je te horen, ja maar wacht even, je gaat nu niet gewoon mediteren. We gaan een andere vorm van mediteren nu doen. En Dzogchen noemen ze dat ook, niet meditatie. Een beetje vergelijkbaar met Vipassana? Meditatie? Nee, totaal niet. Oh, okay. Nee, ook Vipassana is ook helemaal nog zeg maar binnen het domein van het willen bereiken van een doel. Oh, okay. Ja, in Dzogchen is de instructie is, probeer nou eens gewoon te zitten. Ja. En liggen en staan mag wel, maar zitten heeft een zekere voordeel omdat het je wat alert houdt. Mm-hmm. Probeer nou eens te zitten en niks te hoeven. Niks te veranderen aan wat je op dit moment ervaart. Niets te veroordelen van wat je allemaal denkt. En wat je allemaal denkt is veroordelen. Dat is automatisch. Ego denkt altijd in termen van hoop en vrees, van goed en niet goed. Ja, dus herken nou ook eens dat verschil tussen wat je doet als je aan het denken bent, ben je altijd aan het oordelen. Ja. Wat gebeurt er als je leert kijken naar die gedachtes? Ja, dat kijken is al in zichzelf vrij van oordelen. Want kijken is niet denken. Ja? Om te oordelen heb je gedachtes nodig. Het bewustzijn zelf aanschouwt geheel vanzelf. Ja. Ja, en maakt helemaal niet uit wat dat is. Ja, dus wat je eigenlijk oefent in Dzogchen is het. En je houdt het ego eigenlijk voor de gek met een tijd lang van dit is het doel en doe je best en je bereikt verlichting. Ja. Maar wat de opdracht die je geeft aan het ego zijn allemaal ego onderuithalende oefeningen. Sluw hoor, die Dzogchen. Ja, heel ontzettend leuk is het ook. En die reacties die mensen dan hebben van als ik dan als huiswerk geef in het eerste jaar van probeer nou eens elke dag 5 minuten te gaan zitten. Ja. Geen tv, radio, wat dan ook. Alleen. 5 minuten, maar je mag niet mediteren. Oh ja. Absoluut niet. Ja, ja? En je mag ook niet iets anders doen als methode. En dat dus, ja, wat kom je dan tegen in die 5 minuten? Kom je allerlei dingen tegen. Wat zijn dat voor dingen? Ego-dingen. Ja. Ja? Het ego begint zich te ergeren, begint zich af te vragen wat dit voor stom gedoe is allemaal. Ja. Ja? En geleidelijk aan wordt dat andere deel, wat sowieso altijd dat is wat kijkt naar gedachten, maar wat zich doorgaans ermee identificeert, wordt geleidelijk aan wakker als zeg maar, de waarnemer, de getuige, zeggen ze in Advaita. Dus terwijl het ego denkt dat hij aan het oefenen is, is in feite de getuige als het ware wordt geleidelijk aan wakker. Ja. En dan heb je nog allerlei hele korte, heftige methodes die dat gebruikelijke denkpatroon, wat zeg maar het ego is, een soort van verzameling gedachtes, die als het ware even helemaal pats, weet je wel. Echt, ik heb letterlijk 2 keer letterlijk een klap voor mijn kop gehad van mijn Tibetaanse leraar. Op zo'n moment, ja, dat ik echt, ik zat zo in mijn gedachtes, in mijn opvattingen, waar ik heel erg, en ineens, pats, deed hij. En meteen daarna zei hij, I love you so much.
Zij haalde me helemaal uit mijn... Dit. En er zijn methodes die je ook bij jezelf kunt doen. Dat is eigenlijk bijna niet voor te stellen, maar je kunt ook bij jezelf heel kortstondig uit je denkende geest mappen. Ja. En dat duurt maar 2 tellen. Maar in die 2 tellen zou je even een heel puur moment van gewaar zijn, of wat zijn Advaita dan, de I am, maar niet het conceptuele I am, maar het, mm-hmm. maar het puur bewustzijn I am. Dat je even heel erg soort van puur zijn. Dus echt, er zijn zoveel prachtige mooie technieken om dan te zeggen, elke oefening is het ego die zichzelf in stand aan het houden is. Dat is een soort van enorme miskenning van de eeuwenlange zeg maar, slimheid van al die verlichte leraren die dachten van, hoe moeten wij mensen dit nou aan het verstand brengen? Ja. Ervan uitgaande dat ze altijd in het begin, gewoon altijd, is het ego wat gaat oefenen. Nou, het is standaard. Onze conditionering is natuurlijk, we zoeken automatisch naar plezier. En dus op het moment, vaak begint zo'n zoektocht met urgentie. Ja. Je zit vast in je leven. Je hebt een pijn, dus je moet wel. Ja. En dan is inderdaad, lees je Jan Geurts, denk je, nou, als ik bij onze Nederlandse Dzogchen-guru zit, komt het wel goed. Ja. En dat is natuurlijk... Ja, en ook daar kom je langs de achterdeur. Want je denkt, ik ga dit doen, want dan kom ik van mijn lijden af. Ja. En langs de achterdeur krijg je op een gegeven moment te horen dat jij niet van je lijden af kunt komen, dat het lijden vanzelf ophoudt als jij ophoudt met er vanaf te willen. Ja, ook daar weer die paradox. Als jij ophoudt met van je lijden af proberen te komen, verdwijnt het lijden eruit. Ja, en dat blijft altijd een super... Want uiteindelijk, Ramana Maharshi zei ook, als het gebeurt is het genade. Want dat denkt de Dzogchen misschien anders over. Dat weet Nee. Wat de Dzogchen zeggen is, ja? die realisatie kan niet door training bereikt worden, maar vindt spontaan plaats na heel veel training. Dat is waar. Dat de training is nodig, omdat de training, ik zou bijna zeggen, een soort van de ruimte creëert. Al dat ego-gebazel, als het maar geleidelijk aan een beetje, daar kan je nog wat doen op dat gebied. Ja. Je kan wat ruimte creëren. Dat ego kan als het ware door oefening een soort toestand bereiken waarin een soort van, ik bemoei me er even niet mee. Ik ga even gewoon zitten en ik zie wel wat er gebeurt. Ja. Dat, en je geeft dus elk streven geef je op. Het ego geeft het streven op. Ja, maar dat is niet iets wat iemand zelf kan doen. Nee, en de rest is inderdaad genade. Dus dat is die mooie paradox weer, van je kan het met training niet bereiken. Ja. Het vindt plaats als genade, maar alleen na heel veel training. Want als je een heel leven lang alleen tv blijft kijken, gaat het niet gebeuren. Klopt. Maar dit is wel het spanningsveld tussen Dzogchen en Neo-Advaita. Advaita is meer, gewoon direct naar het inzicht. Want het is er al, het bewustzijn zelf. Dus je kunt niets doen om het te komen. Want iedere poging brengt je er alweer vanaf. Daar zijn we het over eens. En aan de andere kant, na al die jaren, buig ik wel iets die kant op. Want... Kijk, het is er al, maar we hebben er doorgaans geen contact mee. Dat is het hele bizarre. Het is er al, daar zijn we het helemaal over eens. Het wordt continu pertinent over het hoofd gezien. Ja, terwijl het is hetzelfde als... wij kijken naar alle spullen in deze kamer. En wat over het hoofd wordt gezien, is de ruimte zelf. Ja. Maar de ruimte zelf is er altijd. Ja. Ongeacht of Jan en Paul in de ruimte zitten. Deze stoel, die lamp, maakt helemaal niet uit. Helemaal niet eens. Maar iedereen kijkt naar de spullen en ziet de ruimte over het hoofd. Ja, nee, kijk naar de letters en niet naar het papier. Hè. Dat is een prachtig voorbeeld. Precies. Maar tegelijkertijd kun je mensen wel op een of andere manier helpen om die focus te verleggen. En natuurlijk, weer die paradox, wie begint al in het aanvankelijk, wie is degene die dat focus aan het verleggen is? Dat is het ego. Maar tegelijkertijd is het door het verleggen van de focus, is er een soort van ervaring mogelijk dat je ziet dat ik ben dat ego helemaal niet. Ik ben dat, zeg maar, wat eventueel kijkt naar de gedachten die tezamen het ego vormen. Dus ook hier komen we wel weer terug op. Je kan niet zeggen, het ego bestaat niet. Je kan ook niet zeggen, gedachten bestaan niet. Nee. Ja, gedachten bestaan. Maar het punt is dat we ons vaak vergissen in wat ze betekenen. En dat we ons identificeren en dus menen dat wij de denker van onze gedachten zijn bijvoorbeeld. Dat hele identificatieproces, dat is eigenlijk de oorzaak van alle ellende. Ja. Dus niet het denken zelf. En dus ook niet het ego zelf. Ik bedoel, we hebben allemaal
dingen meegemaakt in ons leven. En de een houdt van spruitjes, de ander houdt van pasta. Eén valt op blond, de ander valt op donker. Ja. Ja, dus dat soort dingen, dat verdwijnt niet ineens als je heel erg roept tegen nee, maar dat niet. Is wel interessant wat je zegt. Want heel veel mensen hebben ook het idee dat als er wat verlichtingen ook nog zijn, maar dat er, oh nee, dan heb je al die emotie niet meer en die gevoelens zijn in balans. Dat is natuurlijk, gedachten zijn er niet meer. Ja, nee, dat maar is dat een is de volgende misvatting is dat. Ja. Dat is ook weer zo'n paradox. Het ego denkt dat er een staat is van geluk. Waarin je zeg maar klaar bent. En dat er nooit meer narigheid gebeurt. Ja. En altijd goed. En het is die opvatting die in feite de oorzaak is van het lijden. Juist. Omdat je altijd denkt, er is nog iets beters. Ja, ik ben nu hier. Ja. En je hebt altijd weer de illusie, ik moet naar B komen. Nee, dus daar zijn we het helemaal over eens. Dus waar zijn we niet over eens? Want daar ging dit gesprek over. In het vorige gesprek waren we het allemaal eens. En ja, we moeten ergens dus een ruzie om maken. Er is naar mijn idee, en dus dat is wat ik dan leer in Dzogchen ook, er is wel degelijk een oefenpraktijk mogelijk en zelfs nodig ook. Om die momenten die je misschien dan spontaan wel hebt als Advaita beoefenaar. Ja, je luistert naar een satsang of wat dan ook en je hebt even weer zo'n ik ben niks ervaring of bewustzijn is alles ervaring. Maar even goed, daarna ga je toch ook weer gewoon je eten koken en krijg je weer ruzie met je partner en dat soort dingen. En er moet dus op een of andere manier moet er ook geoefend worden. Nu, dat kan denk ik voor een deel in de praktijk. Want je hebt gewoon nog steeds je relatieproblemen en je geldzorgen en dat soort dingen. En dan kun je die geleidelijk aan, als het ware, confronteren met die inzichten die je dan vanuit je Advaita hebt gekregen. Waar we het in het begin over hadden van het eigenlijke probleem is dat ik het niet wil voelen. Het eigenlijke probleem is het verzet. Laat ik me ophouden met me te verzetten. Ja? En daar kan je best wel wat aan hebben. Maar ik denk dat er ook nog een ander soort oefenpraktijk nodig is. En dat is gewoon bewustzijn laten wennen aan zichzelf. Dat is waar. Maar dat is, Douwe Tiemersma zei ooit, het begint met doen en dan neemt het zijn het over. Ja. En dat vond ik een mooie uitspraak. Ja. Ja. Ja, dat op een gegeven moment dan hoeft dat allemaal niet meer. Dan is het gewoon duidelijk dat dit is gewoon bewustzijn. Dit is allemaal een tijdelijke verschijning. En dat is een hele dans van het leven. Ja, en het zou best kunnen dat er mensen zijn die dat gewoon dan permanent ook blijven zeg maar, bewust ervaren. Ik hoor daar niet bij. Ik ben het grootste deel van de dag gewoon in mijn ego, zal ik maar zeggen. Maar dat is toch iedereen? Maar dat hebben we toch nodig in ons dagelijks functioneren. Dat je even weer, als ik zeg, Jan, wil je koffie? Dat daar tuurlijk, een stukje ik ben Jan. Wat ik bedoel met oefenen is, dat is toch wel misschien al typisch boeddhistisch. Want in het boeddhisme wordt dat moment dat je als het ware het inzicht hebt in de zeg maar, dat bewustzijn alles is. Hè? Dat inzicht en zelfs meer dan alleen maar het snappen, maar echt een inzicht hebt, dat wordt dan het eerste stadium van het pad naar verlichting. The path of seeing. Je ziet het ineens. Ja. Ja, je ziet het pas als je het ziet. Maar zei ik vind de grote path of seeing vind ik veel mooier dan the path of enlightenment, zeg maar. Omdat verlichting, ik heb ooit het boekje Verlichting voor Lui Mensen geschreven, die titel gooi ik maar weg. Maar ik vind verlichting een misleidend woord. Omdat het altijd, het geeft een soort illusie dat daar echt een finish is met slingers en stroopwafels. En dat het vanaf dat moment allemaal bliss is. Ja. Maar het is anders. Het is het zien. En natuurlijk wordt het leven dan als wat lichter ervaren. Maar dat, als dat het doel is, dan is het of meer coping of het volgende. Ja, dat is jacht. Dat is weer, dat denk ik gewoon, die hele spiritualiteit moet in taal overgedragen worden. En in taal kan je als niet anders praten dan in termen van doel en middel. Maar dat is wel iets wat ik denk dat in Dzogchen niet zo benadrukt wordt, dat verlichting als een soort eindpunt. Ah, oké. Okay. In Dzogchen is de theorie zei ik simpel. In Dzogchen heb je ground, path en fruition. Dat de grond, de basis, het pad en het resultaat worden nog wel genoemd. Maar ze zijn hetzelfde. In Dzogchen zeggen ze, de basis is, alles is bewustzijn. Maar de meeste mensen hebben daar nog geen sjoegen van. Nee. Dus er is een pad. Maar het pad is als het ware niets anders dan beseffen dat alles bewustzijn is.
Dus er is niet een pad in de zin van geleidelijk aan dus doen we dit en dat. Dat. Er is een soort padloos pad, ja. Het pad wat ontstaat door erop te lopen, zou je kunnen zeggen, Tao. Hè? Ja. Ja, en dan heb je het resultaat. En het resultaat is eigenlijk hetzelfde als de ground, namelijk alles is volmaakt, maar dan wel beseft. Dus er is een... Er is natuurlijk een soort van... Alles is al verlicht. En hè, Advaita's zeggen dat ook vaak. Je bent al verlicht. Hè? Dat is natuurlijk ook weer zo'n oprekken van terminologie. Want, ja, dan ja. moeten we toch gaan zeggen van... Oké, maar hoe noem je dan iemand die dat wel beseft? En hoe noem je iemand die dat niet beseft? Ja. En laten we dus dat niet te veel gaan verwateren. Maar er verandert dus niets tussen iemand die... niet realiseert en iemand die wel realiseert. Dat is het punt. Er verandert niets. Maar het blijft toch behalve... continu weer tot al die quotes van... voor verlichting reed ik taxi en bracht ik mensen naar hun bestemming. En na verlichting reed ik taxi en bracht ik mensen naar hun bestemming. Ja, maar dat is dus om aan te geven dat er niks verandert... behalve iets wat wel gerealiseerd wordt of iets wat niet gerealiseerd wordt. Ja, waarna het leven zich gewoon weer verder manifesteert. Ja, maar toch... Ik lees dat ook bij Longchenpa wel eens. En dan heb ik zelf bij Longchenpa, dat is een Dzogchen-leraar uit de 14e eeuw, die zegt, het maakt helemaal niks uit of er realisatie is of geen realisatie. En ik kan dat begrijpen in de betekenis van, de werkelijkheid hangt niet af van jouw realisatie ervan. De werkelijkheid is gewoon al de werkelijkheid zoals die altijd is. En dat is gewoon bewustzijn en vormen die zich manifesteren in bewustzijn. Als we het even heel simpel houden en die twee zijn niet twee. Ja. Ja? Ja, dat is heel duidelijk. En of het realiseert of niet realiseert, zal het universum een worst wezen. Ja, maakt geen ene flikker uit voor de werkelijkheid. Nee. Maar voor het individu wat meent dat het een individu is, zou je kunnen zeggen, maakt het wel degelijk wat uit. Het is het verschil tussen geluk en lijden. Ja, ik weet niet of geluk het goede woord is, maar in ieder geval, het wordt lichter. Laat ik het zo zeggen... Het lijden ontstaat natuurlijk vaak door en de identificatie, waardoor het verkleeft, het blijft op je hangen en je neemt de projecties mee in je rugzak. Ja. En als het is doorzien, ten eerste glijdt het sneller automatisch van je af, zonder dat jij dat doet. Ja. Dus laat ik het zo zeggen, emoties komen en ze gaan, net als gedachten, maar er is niks wat het vastgrijpt. Maar dat is toch een veel riantere positie. Zeker. Dan jarenlang in een depressie zitten of in een verslaving, omdat je de hele tijd aan het worstelen bent om je maar goed te voelen. Ja. Ja, dus er is wel degelijk een geluk, alleen het manifesteert zich op een heel andere manier dan wat de mensen denken. Ja, ja, ja. Mensen denken dat je je alleen maar goed voelt. Nee, er komen nare gevoelens, komen en gaan. Ja. Alleen er is geen verzet meer, er is geen identificatie meer mee. En dus kunnen ze komen, en ze zijn, nou ja, in mijn geval zijn ze, duren ze soms toch nog wel een minuut of vijf. Zo. En dan. Ja, als je er even voor gaat zitten, dan kan het niet beklijven. Maar even goed. Maar wat ik vind, Jan, is dat op een gegeven moment, op het moment, en dat zeg ik ook vaak, als er de kramp plaatsvindt, dat is het eerste alarmbelletje als het ware gaat. Oh, kijk, hier dat, zit. Hè? Dat en op het moment in je boek ook. Dat vind ik heel mooi. Het lijden wordt de reminder. Ja, maar dat is te gek. Ik ben dit aan het doen in plaats van dit overkomt mij. Juist. En waarom zou je ermee doorgaan als je doorkrijgt, ik doe deze shit. Ja. Hou je ermee op. Ja. Ja. Dan hou je in ieder geval op met datgene wat de beknelling als het ware toevoegde en vergrootte. Maar dan vind ik het ook grappig dat als je voelt dat er iets gebeurt en vaak... Vind ik dan dat het een projectie is uit het verleden waar je pijn op hebt gedaan. En dat wordt dan toch nog even geraakt. Mm-hmm. De relaties zijn er heel goed voor. Ja. En dan is de eerste reactie van het lichaam zo, groem, in die kramp. Ja. Maar dat is echt een verschil dat je... Ik laat me niet in de maling nemen. Herkennen. Ja. Nee, herkennen. Mijn leraar zei altijd, the most important thing is to remember the most important thing. Oh ja, die is leuk. Een beetje paradoxale kreet van... Dat is het enige, remember. Ja. Dat, hè? En als je dan vraagt, wat moet je je dan herinneren? Nee, er is niet iets wat je moet herinneren. Je hoeft alleen maar te herinneren. Herinneren zou je ook kunnen zeggen, als inner dan zeg maar gewaarzijn is. Ja. Ja, en denken is dan het ego even voor het gemak, mm-hmm, dat onderscheid maken. Dan, Dus dat is, daar zijn we het over eens, Paul. We moeten echt op zoek nog, wat zijn we nog meer niet over eens dan? Maar dat oefenen vooral. Voor mij was gewoon... ik weet nog dat ik dat boekje van Ramtsu pakte. En dat waren hele korte gedichtjes. Snoei, radicale Advaita.
toen ik dat voor het eerst had, ik moest gewoon huilen in bad. Het was zo'n, ik dacht echt zo, wauw. En dat vond ik totaal fascinerend. Ja, ja. En daarna begint natuurlijk dat hele proces van het herkennen. Ja. En, ja. Maar ik denk dat oefenen, dat kun je inderdaad bewust inzetten. Maar ik denk dat als het herkend wordt, dat ook op onbewust niveau dat automatisch in het systeem gaat zitten. Dat zou mooi zijn als dat zo is. Ja, dat, ik weet dat eerlijk gezegd niet. Ik heb zelf het idee dat het oefenen en zoksen is in ieder geval het vrijwillig laten gebeuren van ongemakkelijkheid. Ja, maar daarin vind ik het in de Advaita niet verschillen. Want ook daar is op het moment dat je er zo vanuit... Ik was zo gepassioneerd. Ik vond het echt het meest briljant wat ik ooit had gezien. Dus ik was alleen maar de hele dag daarmee bezig. Mm-hmm. En dus het ook het herkennen van die gevoelens en emoties. En door het gewoon geleidelijk aan allemaal wat makkelijker ging. Ja. Ja, ik kan daar niet over oordelen, want ik, bij mij werkt het niet zo makkelijk. Ik heb echt, wat ik dan nu af en toe wel, wat je zou kunnen zeggen van de manier waarop ik nu omga met pijnlijke emoties, is bij mij echt door in de loop der jaren, door het oefenen, door retraites te houden. Retraites zijn bij uitstek situaties waarin je als het ware vrijwillig lijden laat ontstaan, ja. Bijvoorbeeld door langdurig alleen te zijn of door bij een Tibetaanse leraar in de leer te gaan. Mijn god, wat een ellende wist die man. Wat kon die man op knoppen drukken? Echt vreselijk, een afschuwelijke man was het, maar ook tegelijkertijd waanzinnig inspirerend. En dat heeft het bij mij veroorzaakt. Dus ik ben natuurlijk ook op grond daarvan nogal van oefenen is in ieder geval een hele belangrijke manier om hierin, zeg maar, je te ontwikkelen. En dan ontwikkelen is dan een mooi woord van je doet, zeg maar, van je ingewikkeld naar ontwikkeld. Doe je weg en dan wat er overblijft is ontwikkeld. Ja, en simplicity. Dus maar ja, het zou kunnen, ik weet dat niet, als je gewoon al lezend hebt en dan zulke heftige ervaringen hebt, die ik ook wel heb gehad in het begin, bij het lezen van boeddhistische teksten, dat hele heftige ervaringen van dat totaal uit je, zeg maar, uit je gebruikelijke concepten geschud worden. Even. Ja, ja. Alleen ik herinner me heel goed dat dan een minuut later of zo het ego meteen soort van, wow, nu heb ik het echt gevonden. Dit is hem, weet je, ik ben er. Het is super grappig dat het daarna altijd, dan leef je een tijdje wat lichter, want het wordt herkend. En dan komt altijd weer het ego de boel claimen. Ja. Zo, en nu ben ik verlicht. Ja. Ja. En dan... Ja. Dan rekent het leven echt genadeloos met je af, is mijn ervaring. Ja, keihard tegenweer, ja. Elke identificatie straft zich af. Dat is overigens een punt, ook wat je in je boek schrijft, waar ik het niet mee eens was. Je schrijft ergens dat wij allemaal de neiging hebben om in verzet te gaan tegen pijnlijke emoties, en dat bij fijne emoties er geen probleem is. Maar die is er wel. Ook bij fijne emoties creëren we lijden door ons ermee te identificeren. Alleen dat gebeurt niet via verzet, maar via vastklampen. Dus we hebben de neiging om pijnlijke emoties te beschouwen als een bewijs van onze eigen waardeloosheid. En daardoor verzetten we ons ertegen. Mm-hmm. Maar als er iets leuks gebeurt, compliment van die leuke man of vrouw, of een examen halen, of promotie op je werk, of wat dan ook, dan hebben we de neiging om dat te beschouwen als een bewijs van onze waardevolheid. Ja, dat is waar. We beschouwen het als een bewijs dat we de werkelijkheid behoorlijk onder controle hebben ook. Want de werkelijkheid gaat even een tijdje mee met hoe jij graag wil dat hij gaat. Ja. En onmiddellijk denken we, hij gaat zo omdat ik wil dat hij zo gaat. Ja. Ja? Dus de parallelheid van de werkelijkheid en jouw wens wordt geïnterpreteerd als ik heb controle over de werkelijkheid. En dat valt dan vies tegen als de werkelijkheid op een goede dag linksaf gaat, terwijl je eigenlijk rechtsaf wou. Ja. Ja, en je breekt het of wat dan ook. Ik ben het met je mee eens. Patrick Kikker zei ooit, en die vond ik leuk, als je blij bent, denk je nooit, oh, ik ben nog 2 uur lang blij. Hoe lang gaat dit nog duren? Hè? Nee, dus, want je hebt bij blijheid geen verzet. Precies. Maar je hebt bij blijheid dus wel identificatie. Ja, en, en wat levert die identificatie jou op? Lijden op termijn. Want als je heel erg jezelf rijk rekent omdat je die promotie hebt gemaakt,
na een jaar levert dat geen geluk meer op. Nee, al niet meer. En dan moet je dus weer een nieuwe bevestiging zien te krijgen voor die eigenwaarde die je hebt ontleend. Ik had de laatste, had ik me helemaal verdiept in dopamine. En het grappige is, weet je wanneer mensen veel dopamine aanmaken? Als ze over zichzelf praten. Oh ja? Dus dat die ik, dat over jezelf praten is gewoon een verslaving, zeg maar. En een compliment krijgen is alleen maar dopamine. Alleen, het nadeel van dopamine is, je hebt steeds een grotere prikkel nodig, net als met drugs, om nog diezelfde kick te ervaren. Okay. Dus dat maakt inderdaad, als je eenmaal, als die identificatie eenmaal plaatsvindt. Ja, ik heb nog nooit iemand gezien die 10 miljoen had en dacht, nu is het wel genoeg. Het is altijd, moet het weer naar de 20 en de 30. En... Ja, maar dat geldt sowieso voor welke denkpatronen ook. Ze houden nooit door het denken op. Nee. Dat, hè, dus dat zijn juist zichzelf in stand houdende denkpatronen. Dus over jezelf praten. Je hebt natuurlijk ook patronen waarbij mensen juist geleerd hebben dat het absoluut fout is om over jezelf te praten. En dat zijn de mensen die vinden dat ze altijd aandacht moeten geven aan een ander. Dat zijn de nice guys, hè? De dienstbaren. En ook dat is een patroon. Dat is ook weer een strategie. Ja. Dus, overigens, nog een dingetje waar ik dan af en toe tegenaan loop als ik dat boek van jou lees. En dat gaat dus over het brein. En natuurlijk zijn allemaal hele boeiende dingen die je vertelt over hoe het brein werkt. En primitieve brein en neocortex en al die dingen is altijd hartstikke mooi. Maar tegelijkertijd wek je daarmee de suggestie die ook door de beroemde hoogleraar Swaap wordt gewekt. Wij zijn ons brein. Alsof het brein als het ware het centrum is van zeg maar de illusie van de ik, het zijn. En dat is natuurlijk een soort materialistisch uitgangspunt. Ja, dat is wel waar. Nu in het bedrijfsleven praat ik vaak vanuit het brein, omdat ik dan mensen in ieder geval kan raken of dat het snappen. Omdat dat ook mensen zijn met een materialistisch uitgangspunt. Juist, en bijna iedereen daar is knettergeïdentificeerd. Heel soms komt er iemand afloop, ik luister naar jouw podcast. Ja. Zo van, wij hebben een geheimpje. Dat is heel grappig. Nee, natuurlijk ben je niet je brein. Het brein is natuurlijk ook maar weer een, het is een verschijning in bewustzijn. Dus het is niet. Maar de neurowetenschap loopt daar ook op vast. Hè? Want die kunnen natuurlijk zien, oh ja, neuronen vuren zo. En dus is dat de ervaring. Oké, maar wie vuurt de neuronen? Het mysterie van de qualia, hoe wij zintuigelijke waarneming hebben. Ja. Het is dus totaal mysterie nog. Ja. Ik ga trouwens straks in Leiden, ga ik onder de hersenscanner. En dan ga ik een uur mediteren. En ze doen onderzoek. Ik doe nu eerst een uur mediteren en dan kijken ze wat er in het brein gebeurt. En ik ga maandag moet ik een uur creatieve dingen oplossen. Oké. Kijken ze ook, doe ik met mijn collega. Wat leuk. Ja, dat wat is wel, voor soort mediteren, dan doe waarschijnlijk de kalmeringsmeditatie. De basic. Ja, ik krijg zo'n, het is natuurlijk tyfusherrie in zo'n ding. Ja. Dus dan krijg je oordop en dan krijg je een koptelefoon met instructies. Volgens mij heeft Aitja die ingesproken, dus dan ga ik gewoon de standaard. Maar het gaat natuurlijk dat je brein in die alfa-stand krijgt. Dat zijn kalmeringsmeditaties, daarom. Ja. Dus, maar ik ben een beetje bang dat ze in de hersenscanner nu te zien dat ik helemaal niet verlicht ben. Ik ga vergaas vanavond. Ja, nee, dat zou kunnen. Er kwam ooit eens iemand bij mij op bezoek, die had dan zo'n dingetje wat je op je vinger kon zetten. En dan kon je ook alfa, theta, gamma, theta. Oh, oké. Die zei, ga nou eens mediteren. En inderdaad, geen enkel effect op dat ding te zien. En natuurlijk komt dan het ego denkt dan dingen als, zou het allemaal nep zijn en ik weet toch helemaal niks. Maar dan is het dus de dokterbeoefenaar die zegt, dat zijn ego's gedachten die als het onmiddellijk zichzelf wil een soort van etiket opplakken van, oh, ik ben al zover, ik kan altijd aan golven creëren. Ja? En ik heb ook twee keer iemand ontmoet. Eentje was een Tibetaanse monnik en iemand uit Amerika. Die hadden 10.000 uur gemediteerd. En dan kun je je brein zo, die emoties kun je helemaal plat trainen als het ware. Hè? Dus die dan op 13 vlakken kunnen ze je emoties testen. En die behaaste flatline, zeg maar. Ja. Alleen beide mannen knetter geïdentificeerd met het feit dat zij 10.000 uur gemediteerd. Dus die man, ik zat met hem in een panel en die begon, ja, maar je bent nog helemaal niet zo ver als ik ben. En you're still attached. En ik dacht echt zo, hé, wat? Maar jij was toch die man die zichzelf niet meer zo serieus nam. Dus dat was echt voor mij, ik dacht, laat maar, deceptie. Ja. Ik vind wel een teken qua identificatie, als mensen gewoon kwetsbaar durven te zijn, een beetje om zichzelf kunnen lachen. Mm-hmm. Dat vind ik altijd wel. Dat is wel een goed teken. Ja. Een beetje humor hebben over je eigen ego. Terug op dat hele idee, het ego bestaat niet. Het ego is een gigantische bron van vreugde. Als je eenmaal leert kijken op de
niet oordelende, zeg maar, liefdevolle manier. En je ziet jezelf weer je druk maken over, oh, die date, oh, ziet er wel goed uit, dat soort dingen. En je kan daarna kijken met die lichtheid, met die humor. Ik bedoel, dat soort van bestaat niet zo, een soort van, dat is echt een soort van ja, armoede van hier tot Gunther. Nee, het is een en al ego. In Zokje wordt er gezegd, alles is ego, behalve dat wat kan kijken naar het ego. Dus geen, ook niet, hè, je hebt veel tradities die zeggen, nee, ego dat is als je alleen maar aan jezelf denkt en gierig bent en dat soort dingen. Maar als je geld geeft aan anderen en je hebt compassie voor de mensen die lijden, dat is dan geen ego. Nee, nee, ho, ho, dat is ook ego, ja. Ja, maar ook, het, ook, ook dat, dat wat zit te vertellen over Advaita en dat wat zegt zeker dat ego niet bestaat, is allemaal ego. Dus het gaat helemaal niet over het ontkennen ervan, of het uitzetten ervan, of het realiseren dat, er, dat, dat die niet echt bestaat. Of het moet zijn, niet echt bestaan, oké, maar wel schijnbaar bestaat. En dat schijnbare bestaan van het ego is tegelijkertijd zo waardevol dat om dan te zeggen het bestaat niet, dat is dan een soort van even, bijna even erg als denken dat het echt bestaat. Ja, klopt. Ja? Klopt. Ja. Het is het spel wat je speelt, ja, in de wereld. Hetzelfde geldt trouwens ook voor als je zegt dat ik besta niet. Dan moet je ook zeggen, deze hele kamer bestaat niet. En deze hele Gouda, deze hele wereld bestaat niet. Dit hele universum bestaat niet. Ik ken mensen die zo leven, kan ik je zeggen. Ja, die nihiliseren dus alles. Van, dat is toch ook, ja, een soort van, nou ja, oké, okay, het is wel waar vanuit een puur absoluut standpunt. Het, ja, bestaat niet als onafhankelijk, enkelvoudig en permanent. Maar het bestaat wel degelijk als een verschijnsel. Ja. Je zou kunnen zeggen als een droomverschijnsel. Ja. Maar juist, we leven in de droom. Ja. Dat, en het enige wat realisatie jou toevoegt aan het leven en die droom is beseffen dat je in een droom leeft. Ja. Maar het is niet zo dat de droom ophoudt. Nee, anders is het net dat iemand film aan het kijken is in de bioscoop en die is helemaal ontroerd van de film. Dat, ja, je zegt, wat zit je nou te janken, joh? Ja. Het is gewoon een projector, die staat daar. Ja, het is gewoon, ja, dat dingen, ja, het zijn, ja, allemaal acteurs. Ja, sterker nog, dat ineens dat je een realisatie is dat ineens het licht uitgaat. Ja, als je in de pikken donker zit, oh, ben ik dus eigenlijk God? Ja. Nou, laat ik dan maar gauw beginnen met weer een schepping te maken, want dit is niet leuk. Hè? Nee, het is ook maar saai, ja. Ja. Misschien is dit er allemaal wel, omdat God zich verveelde. Ja. Dan gaan we allemaal onzin creëren. Ja, ja, ja. Maar jij bent nog druk bezig met je jaarcursus as usual. Oh ja, dat blijft gewoon leuk. Ik zie jou zo vaak voorbij komen. Het is jammer dat je niet meer geïdentificeerd bent, want je zou je echt heel goed hebben. Nee, dat zou me alleen maar storen. Ik ben niet zo verlicht dat als ik dat veel zou tegenkomen, dan ik ben het blijst als ik als mensen enthousiast zijn over mijn lessen of zo, dan denk ik altijd ze zijn enthousiast over Dzogchen. Ja, ja. Dat is een beetje zelfbescherming ook. Dat is niet alleen maar dat is niet verlicht. Dat is ook een soort van wetende dat ongelooflijk veel ballast oplevert als je dat te veel gaat beschouwen als je eigen verdiensten. Ja, en dat zie ik ook bij mensen die enige bekendheid verweven. Het is wel verdomd lastig om dan niet in dat systeem te gaan geloven, ja, hoor. Want, ja, het voedt natuurlijk je continu. En daarna denk je, oh, maar ik ben echt iemand. En dan, ja, dat is, ja, toch dat wel is een naar gevoel dat, ja, ik ben echt iemand. Dus dat, heel fragiel is dat. Ja, dus Het is een bijproduct van het werk wat we doen. Dat je af en toe mensen tegenkomt die heel erg juichend zijn en heel erg, u hebt mijn leven veranderd-achtige dingen zeggen. Maar als ik kan wel kijken naar zo iemand is heel enthousiast en straalt helemaal. Op het eind van een lezing of zo is hij helemaal, ben zo enthousiast over wat u vertelt en zo. En dan kijk ik naar dat enthousiasme. Dat is wel heel mooi om te zien namelijk. Het gaat niet over mij dan. Ze laten iets van zichzelf zien. Iets heel moois eigenlijk. Ja. Als je daarna kan kijken, dan blijf je als het ware vrij van die ballast. Ja, want wat mensen ook automatisch gaan doen, die gaan zich aan jou vastklampen. Dan ben jij de identificatie. Zo van, ik leid en dat is mijn uitweg tot lijden. En dat is wanneer de goeroe wordt aanbeden, ja, natuurlijk. Ja, dat komt niet zoveel voor bij mij. Dat, maar misschien ook dat ik me een beetje afsluit wel. Ik ben alleen per mail bereikbaar. Ja, dat scheelt wel. En op bijeenkomst, hoe doe je dat? Ga je na afloop Na afloop mengen of ben je weg? Nee, dan vind ik het wel leuk. Want dan komen inderdaad mensen komen dan soms even dag zeggen of willen een boek laten signeren of willen een knuffel.
En dan kan mijn ego gewoon genieten van de aandacht. Oh ja, oké. Okay. Vind ik wel leuk. Ja, dat is ook leuk. Maar ik geloof dan niet dingen als dat ik iets bijzonders ben, juist of zo. Oké. Okay. Ik ben gewoon een soort van gat waar het doorheen stroomt dan. Ja. En het ego vindt, het is natuurlijk, aandacht krijgen is leuk. Mag ik het leuk vinden om aandacht te krijgen. Daar heb ik geen probleem mee. En dan blijft het ook niet plakken. Nee, precies. Jed McKenna, die schreef ooit van ik had het allemaal doorzien. En op een gegeven moment dacht ik, oh, daar ligt mijn ego. Dat is een leuk speeltje. En toen dacht ik, en ik ben hem gewoon weer gaan gebruiken als speeltje. Oh, okay, hij zegt, en dan is het leuk. Want dan neem je het niet meer serieus. En dan geniet je van het systeem. We zouden een wedstrijd houden wie het meest verlicht is, jij en ik, hè? Wie de medaille krijgt. Wie krijgt de medaille, Nee, maar ik alle credits gaan naar onze Nederlandse Tsojen-guru. Ik vond het leuk in jouw boek. Op het eind schrijf je dus ergens dat je vindt dat je veel verlichter bent dan andere mensen. En ik zag daar natuurlijk meteen de humor in en het vermogen om, zeg maar, je niet te storen aan het feit dat sommige mensen gaan denken dat je dat echt meent. Ja, sommige mensen denken dat. Toen dacht ik bij mezelf, oh, dat zoiets zou ik dus niet in een boek durven zetten. Ah, okay. Zonder daar meteen, zeg maar, de ironie en de soort erbij te zeggen. Ja. Omdat ik dan toch last zou hebben van, als mensen zouden denken van, Jan Geurts, zou die echt menen dat hij verlichter is dan andere mensen? dat zou ik dan toch pijnlijk vinden. Dus dat geeft wel aan dat mijn ego nog wel, zeg maar, nog wel bepaalde dingen, zeg maar, probeert, zeg maar, buiten de deur te houden. Ik ben ook, mijn ego-patroon is nice guy, dus dat is altijd, nice guy is altijd iemand die probeert, zeg maar, te voldoen aan de opvattingen van een ander, om conflicten te vermijden. Dus dat zit er allemaal heel erg in. En ik heb daar gelukkig niet al te veel last meer van. Dat is eigenlijk het leuke. Ja. Maar ik kan niet zeggen van, dat heb ik niet meer of zo. Eerlijk gezegd, dat heb ik dus nog steeds wel. Dus ik begin nu met enige schroom ook nog even over deze grap van, we zouden het hebben over wie het meest verlicht. Maar met heel veel smiles en zo van, dit is niet wat we is echt grappig. Dit is een grap. Nee, maar ik op een gegeven moment, want ik heb natuurlijk ook al die fase gehad dat je echt gaat denken van, goh, zou ik nou, het is zo licht en zou ik nou verlicht zijn of zo. Maar op een gegeven moment kwam ik op het punt dat ik dacht, die verlichting kan me geen moer meer schelen. Want als jij roept, ik ben verlicht, dan komt het leven altijd echt toch met een grap op. De dag erna gewoon, dat je echt denkt, dus word nou maar gewoon nederig. En weet je, de enige die het uitmaakt of die wel of niet verlicht is natuurlijk weer de identificatie zelf. Wat jij zei, het bewustzijn zelf, het universum zelf kan het echt. Nee, maakt niks uit, hè? Nee, dus het is altijd het ego wat zich afvraagt of het wel of niet verlicht is. Osho zegt ergens iets leuks. Het zegt van, er zijn geen beginners en gevorderden in spiritualiteit. We are all in the middle. Oh ja. Oh, die is ook leuk. Ja, die is ook leuk. Hè? Ja. Ja. Leuk, Jan. Dankjewel. Ja. Leuk dat je hier hebt gesproken. Ja, joh, 53 minuten. Mensen hebben nog meer te doen. Dus, ja. Nou, Jan, wordt vervolgd. Tot de volgende keer.